Gert-Jan Hans, de vader van Sanne Hans. 32 jaar heeft hij in de Ierse band Street Candle gespeeld. Ooit zijn ze begonnen als tweemansformatie. En er kwamen er steeds meer bij. We hebben het over de feestjes, over familie en hoe je een contrabas in een kever vervoert. Een belangrijk levensmotto van Gert-Jan is: je moet jezelf vooral niet te serieus nemen. En we spelen het bijpassende nummer That's the Way the World Goes Round. Nou, we zijn inmiddels helemaal mooi ingebouwd in de microfoons. Ja. En we hebben al een beetje ingespeeld met That's the Way that the World Goes Round. Dat was altijd jullie openingsnummer. Ja, daar begonnen we vaak mee. Dat zette alles een beetje. Er zit wat beweging in, je zag de mensen wat blij worden. Ja. En wat is dat nummer voor jou? Ja, nostalgie inmiddels. Nostalgie? Ja, we hebben dat ontzettend vaak gespeeld. Ik heb 28 jaar met Street Scandal gespeeld. 28 jaar? Ja, in kroegen, kerken en bordelen. Dat laatste is niet echt van de grond gekomen, dat laatste. Maar nee, maar veel motorclubs en kroegen, bruine kroegen. Ja, hoe oud was je dat je daarmee begon? Ik was denk ik, hoe oud ben ik nou? Ik was 30 denk ik, ongeveer. Toen begon je met Street Candle? Ja, ja. Okay. Ja. Daarvoor kleine kinderen en ik kwam er niet. Ik had een vrouw die maakte muziek en die heeft een post meegedaan met Street Candle. Ja. Maar die zat toen destijds in een andere band. De huisband van Ponypark noem ik het maar even. Oh ja? Ja, dat was, speelden allemaal covers en ja, er zat altijd wel muziek bij ons thuis, ja. En toen kwam ik Jan Linde tegen, Jan is een muziekdocent bij mij op school gezet. Okay. En die zei, zullen we samen eens wat gaan doen op de Varia? Nou, ik had niks met de Varia, maar wel wat met muziek. Toen zijn we voor een kroeg gaan staan, dat is nu een restaurantje voor de Wedersvaart. We mochten stroom lenen van Jan Estreter, de baas toen. En zo is het begonnen. Dus eerst alleen met Jan Linde, met z'n tweeën? Met z'n tweeën. En toen kwam er op een gegeven moment een violist langslopen. Daar had Jan vroeger wel eens mee gespeeld, een oude violist. Statig, maar is inmiddels overleden. Maar met lang grijs haar, mooie snor. En die zei, mag ik inpluggen? Nou, dat mocht. En toen is hij ingeplugd en hij is nooit weer weggegaan. Oké. Ja. En toen waren jullie met z'n drieën? Toen waren we met z'n drieën en toen is er later een accordeonist bijgekomen. Hille van der Heijden, die woont nu inmiddels ook in Dedersvaart. Tot voor 3 jaar terug hebben we gespeeld met z'n vieren. En later kwam Dorothee erbij, mijn ex-vrouw, en die waren met z'n vijf. En we hebben er zelfs een tijdje nog een bassist uit Zwolle erbij gehad. Edward van Beek, die speelde een grote plukbas. Ja, ja. Ja, dat is een mooi verhaal. Edward die had een Volkswagen Kever en had hij de passagiersstoel uitgesloopt. En dan kon hij, die grote bas die komt precies diagonaal in de kever. Dus als je en een kever wil rijden en contrabas wil spelen, moet je gewoon een stoel uit. Ja, dan moet de stoel eruit. Ja, dan ja. Lukt het. Oh, fantastisch. Nou ja, dat was een geweldige tijd. Ontzettend veel gelachen. Ja. En dan had je ook van die Bourgondische eetfeesten. Dat mag nu niet meer. Met echte varkens en stro en kippen en zo. En dat liep allemaal vrij rond in het Turfcafé in Schoonenbeek bijvoorbeeld. En dan kwam er een bus en die mensen werden dan erin gejaagd. En die kregen dus geen bestek, die moesten dan alles met de handen eten. De botten kon je van je afgooien. Dat was een Bourgondisch feest, en waar was dat? Ja, dat waren Bourgondisch in Schoonenbeek, in het Turfcafé. Oh, ja, ja. Oké. Okay. En daar speelden jullie? Daar speelden wij, ja, oh. Ja. En op een gegeven moment, weet ik wat, hij s'avonds laat de snoeren ging oprollen zo. En op een gegeven moment dacht ik, wat is dit? Allemaal. Varkensvoep of kippenstront, ik wil het niet weten. Ja, ja, dat is wat anders. Je hebt bier aan de kabels, dat ken ik dan wel, varkens aan de kabels. Ja. En dan lekker met Ierse muziek erbij. Ja, en ging iedereen ook helemaal los dan aan het eind van de avond, allemaal stampvoetend in de kring? Op het laatst van de avond begeleiden wij de mensen in de dronkenschap, zeiden we altijd. Oh ja, ja. Ja, dat klinkt wel heel gezellig. Ja, ja. Was het ook. We hebben een ontzettend leuke tijd gehad. Ja. En de laatste keer dat we optraden was in de Gashouder op een zondagmiddag. Ik had er eigenlijk helemaal niks van verwacht, want ik dacht, ja, wie komt daar nou nog voor, hè? Het was uitverkocht, het was hartstikke vol en ja, dat was het laatste wapenfeit. Maar ja, we waren allemaal een dag jouwer en op een gegeven moment, de muziek gaat er nooit uit, maar het optreden hebben we net al over gehad in een kroeg en zo, dat is best wel zwaar werk. Ja. En dat was 3-4 uur achter elkaar moet spelen. Dat, ja.
Ja. En was dat ook bewust het laatste concert, zeg maar? Of, nee, ik ben niet meer achter dingen aangegaan. Ik heb ook nog een baan. En ja. Daar heb ik het best wel druk mee. En toen heb ik me een beetje zo gelaten. Ja. Nou, ja. Ja, wel mooi dat de laatste keer in Dedemvaart dat was. Ja, achteraf was dat een heel mooi moment. Ja. 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 En dan was het geluid en de techniek was perfect voor elkaar. En dat is ook belangrijk. Ja. Ja. En als klein jongetje, was je toen ook al met muziek bezig? Ja, als klein jongetje. Ik was 12 toen heb ik mijn eerste gitaar gekocht bij Boy aan de Markt. Dat was nu zo'n kastenzaakje. Dat was toen een muziekwinkel. Okay. En mijn vader die heeft tot het laatst geprobeerd om mij ervan te weerhouden. Die vond een accordeon veel mooier. Oh. En die zei, ja maar kijk, zo'n mooie accordeon, die mag je ook hebben hoor. Oh, ja. Maar ik wou en moest een gitaar. Dus, ja. En heb je gekomen. Vader toen nog zelf die accordeon gekocht? Nee. Misschien wou hij het zelf wel heel graag. Nee. Maar ja, ik vond het gewoon mooi dat ik een gitaar mocht. En nooit les gehad eigenlijk, eerst niet. Dan zei je jaren stil, een paar akkoordjes, maar verder kom je niet. En toen ik net klaar was met mijn studie, met de Pedagogische Academie, toen heb ik een paar jaar les gehad. Klassiek les in Zwolle, later in Koevorm bij Mathieu Liebrechts. Ja, daar heb ik heel veel van opgestoken. Oké, en wanneer heb je dan de overstap, maar wanneer werd het Ierse muziek? Ja, dat zat meer in de genen, denk ik. Dat zat er gewoon in? Ja, Ierland is een fantastisch land, ik ben er een keer of vijf geweest. Oké. Dus een van de mooie landen van Europa, vind ik. Ja. Wat leuke mensen. Mensen nemen zichzelf niet zo serieus in Ierland. Nee, daar hou je wel van. Ja, je moet jezelf niet serieus nemen. Nee, het is gewoon lekker. Ja. Je hebt je broer ook meegenomen? Ja, die maakt ook muziek. Ja, die maakt ook muziek. Die wil ik ook nog even op de bank hebben. Jullie lijken ook te spelen op elkaar. Ja, liever niet. Liever niet. Wil je even komen zitten? Nee. Nee, want hebben jullie eerder veel muziek? Nee, nooit samen. Nee. Hebben jullie nooit samen muziek gemaakt? Soms thuis. Ja, okay. Hij is een verstokte Bruce Springsteen fan. Okay. En daarin verschillen wij dan toch wel behoorlijk. Oké. Okay. Die Amerikaanse broekkikker heb ik niet zoveel mee. Dat zeg ik om hem te praten. Oh, oké. Okay. Je hebt nog een beetje. Dan wordt het strijd. Nee hoor. Ja. Nee, maar. Ja, muziek, dat zit er wel in. Ja, want had je dus je eerste gitaar, dan had je, wat voor gitaar was het? Nou, een Spaanse gitaar met nylon snaren. Ja. Ja. Die is er nog. Die is er nog steeds, je eerste gitaar. Heb je die thuis nog steeds? Nee, ik heb hem niet. Heb jij hem? Ja. Oh, maar hij heeft hem. Ja. Zo gaat dat. Ja. 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 Ja, dan hebben we nog een zus, maar die heeft niks met muziek. Ja, dat kan ook. Ja. 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 En thuis waren jullie altijd veel aan de muziek maken thuis? Ja. Mijn zoon die speelt heel goed gitaar. Veel beter dan ik. En veel beter dan Sanne. Ingmar is dat, ja, hè? Ingmar, ja, die kan echt. Maar die heeft een universitaire studie gedaan. Die heeft gekozen om geen muziek meer te maken. Die werkt ook bij de NAM, bij de Shell. Oké. Die hebben heel andere dingen aan hun hoofd dan op het moment. Ja. Maar die, Die zat ook wel in een bandje, De Heuk heette een bandje. En dat was ook een soort punkbandje, maar wel hartstikke leuk. Ja. Daar was hij ook de leider eigenlijk van. Maar hij is er weer gestopt. Ja. Maar hij kan nog wel heel mooi gitaar spelen. En voor zichzelf thuis? Ja, dat doet hij ook wel. Hij heeft nog wel een gitaar. Ja. Ja, Sanne, verhaal is bekend. Het verhaal is bekend, ja. Ook wel met heel hard werken, denk ik, dat ze naar de top geklommen is. Die moeten wel in de bak, ja. Ja, overal wel gespeeld. Ze heeft zelfs nog een keer in onze achtertuin gespeeld met een barbecue. Ja, waar niet zo veel. Ja, dat denk ik ook. De meeste beurzen en achtertuinen. Met Inge? Destijds? Nee, het was gewoon, ze kwam even langs. Het was een afscheidsfeestje van Gabi toen. Oh ja. Die ging naar Australië. Ja. En toen kwam ze even een liedje spelen. Ja. En Roos? Roos is ook op zich wel muzikaal, maar die doet daar ook niks mee. Nee. Maar die kan ook wel gitaar spelen. En, zal ook wel kunnen zingen, denk ik. Maar die heeft niet die drang om daar iets mee te doen. Nee. En als jullie dan met kerst allemaal thuis zijn, dan pakken jullie dan wel eens allemaal gitaar? Nee, dan om elkaar zoveel te vertellen, dan komt het er niet van. Ja. Nee. Maar er staan altijd wel één of twee, drie gitaren in de kamer. En, ja.
Dus ja, onwillekeurig wordt zo'n ding wel gepakt en wordt even opgepingeld, maar niet gestructureerd. Nee, gewoon lekker zo. Ja. Ja, je moet jezelf ook niet te serieus nemen. Nee, precies. Nee. Maar goed, dan zullen we het liedje nog een keer doen. Ja, nou, we proberen hè. Doen we. He's got a lot to lose, he's a pretty nice fella. Kinda confused, he's got muscles in his head. He's never been used, thinks he owns half of this town. He starts drinking heavy, gets a big red nose. Beats a young lady with a rubber hose. Then he takes her out to dinner and he buys her food. That's the way that the world goes round. That's the way that the world goes round. Be up one day and the next you're down. It's a half an inch of water where you think you've got it brown. That's the way that the world goes round. Counting my toes when the radiator broke. The water all froze, I got stuck in the ice. Without my clothes, naked as the eyes of a clown. I was crying an excuse, hoping I'd grow. When the sun came through the window, the ice all broke. I stood up and laughed, thought it was a joke. That's the way that the world goes round. That's the way that the world goes round. Be a fun day, the next you're down. Think you're gonna drown. That's the way that the world goes down. Never been used, thinks he owns half of this town. Starts drinking heavy, gets a big red nose. Meets the young lady with a rubber hose. And he takes her out to dinner and he buys her new clothes. That's the way that the world goes round. That's the way that the world goes round. Be up one day, the next you're down. If you have to drink some water, you think you're gonna drown. That's the way that the world goes round. Thank you.